Je hebt de Vehicles Plus plugin, waarmee je met voertuigen kunt rondrijden in jouw Minecraft server. Maar dat je ook met, met helikopters kunt vliegen. Dat je met duikboten en weet ik veel nog wat allemaal kunt doen. Maar je hebt bijvoorbeeld op de website gezien dat je zelfs boten kunt kopen, tanks kunt kopen, een groot vliegtuig, een fiets en zoveel meer. Maar hoe kun je dit nu mee op je server zetten? Dat ga ik jullie vandaag een keertje laten zien. Hallo allemaal, en lekker bij de Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een video hoe dat je in jouw Vehicles Plus plugin ervoor kunt zorgen dat je eigenlijk een hoop andere items kunt binnenhalen. Zoals andere auto's, fietsen, vliegtuigen, enzovoort. En zo verder. Dat ga ik jullie vandaag dus een keertje uitleggen. Hoe dat je dat dus kunt doen. Nu, deze plugin die kun je eigenlijk nog altijd kopen op de website. Dat is de link hieronder in de beschrijving bij Polymart. Dan betaal je rond de 30. 13 euro voor en ik heb er zelf een volledige video over gemaakt met hoe dat je deze plugin kunt gebruiken: dat je met auto's kunt gaan rondrijden, met vliegtuigen kunt gaan vliegen, met helikopters enzovoort. Of je kunt het ook via Spigot kopen, dat kan je namelijk ook doen. Let wel op voor zowel bij, als je het bij Spigot koopt of bij Polymart, dat je dan ook natuurlijk extra plugins nodig hebt, zoals Vault en Protocollip. Linkjes staan ook hieronder in de beschrijving. En voor Protocollip voor 1.20. zoveel moet je de development versie. Als je bijvoorbeeld, ja, eigenlijk zo van deze voertuigen. Wilt kopen, dan moeten we wat aanpassingen gaan doen. En vandaag ga ik jullie de uitleg gaan doen van de auto met de wielen. Want als we een keertje gaan kijken naar de nieuwe auto die hier eigenlijk bij staat, dan zien we dat dat een heel mooi model is, wat helemaal afgevlakt is. En we kunnen dan ook de wielen extra erbij kopen. Dus dat ga ik een keertje uitleggen van de auto met de wielen van vandaag. De andere dingen gaan eigenlijk bijna hetzelfde. Dus dan kun je eigenlijk bijna dezelfde dingen gaan volgen wat ik vandaag ga laten zien. Ik ga ook de texture pack van hun zelf gaan gebruiken. Die kun je ook vinden met de link hieronder in de beschrijving. En ik werk bijvoorbeeld met versie 1.20.2 en 1.20.4 en ik heb deze gedownload door hier op klik hier te downloaden. En dan heb je de texture pack die we moeten gaan aanpassen want we moeten de models gaan toevoegen aan deze texture pack. Je hebt deze auto en de wielen een keertje gekocht en dan ga je zo bestandjes krijgen zoals eigenlijk hier een, een zitbestandje met verschillende ja, andere bestandjes erin zitten. Een JSON, een, een JSON bestandje zit erin, een IML bestandje enzovoort enzoverder. Dat gaat een, bij de pakketten zitten, bij de car en bij de wheel. Nu, hoe kunnen we nu dit allemaal gaan toevoegen in de texture pack die je hebt gedownload? In mijn geval heb ik de texture pack al op mijn Minecraft gezet, dus op mijn eigen Minecraft al een keertje gezet gehad. je natuurlijk onze resource pack en hier staat hij namelijk VP Example van 21.2.1.20.4. Jens, vanuit de toekomst, natuurlijk wil je je texture pack niet zomaar op jouw Minecraft zetten, maar in jouw server. Dus eenmaal als je de texture pack hebt aangepast, zoals de volgende stappen die gaan komen, kun je natuurlijk deze texture pack ergens op een server zetten en dan met de behulp van de link in jouw bestandje van de server ervoor zorgen dat iedereen die texture pack automatisch downloadt. Nou ja dat was dat en ik ga deze een keertje openen met open pack folder. En als we dat gaan doen zien we die namelijk hier tussen staan ook nog een oudere versie deze ga ik eventjes dubbel klikken om te openen want we moeten eigenlijk onze auto en de wielen gaan toevoegen aan dit pakketje dus wat we gaan doen is we hebben dat geopend we gaan naar onze assets minecraft models item cars en daar staat al onze auto. Ook de standaard items van in de Minecraft zelf. Als je nou een keertje naar de shop gaat kijken van de plugin, dan zie je dus de helikopter, de boot, de bike en ook de tank. Dus die zien we hier allemaal al in staan. Die staan dus standaard in dat texture pack. Maar we gaan die, deze nieuwe dus ook moeten toevoegen. Dat doe je heel eenvoudig. We gaan naar die nieuwe items die je hebt gekocht. Daar ga ik bijvoorbeeld naar onze auto. En hier zien we onze car.json. Dus die gaan we een keertje nemen. En die gaan we gewoon heel eenvoudig hier gaan inslepen. Hup, een keertje naar daar. Oké. Okay. Dus die... dat gaat natuurlijk niet, want ik moet in Minecraft ervoor zorgen dat ik de texture pack niet heb aanstaan. <laughs> dat gaat niet lukken. Dus eventjes de texture pack uitzetten, zodat we dan wel de bestanden kunnen overzetten. Dus daar moet je een keertje mee opletten. En daar staat hij. De car.json hebben we al binnengehaald. En die andere kunnen we ook doen voor de wielen. Dus we doen vehicle plus wheels, de wielen. Dus daar staan die. En die gaan we ook een keertje hier binnenhalen en daarmee gaan importeren. Nu, het kan zijn dat je bij... bij sommige modellen ook hier een afbeelding hebt bijstaan. Daarvoor moet je uit deze map gaan en uit onze items en hier naar de textures gaan. En dan cars en hier jouw texture aan toevoegen. Dus dan weet je dat je dat, dat daar moet gaan doen. En eigenlijk, als we dat hebben gedaan, gaan we terug even naar onze models item en hier eventjes op de hoofdmap, want hier moeten we ook nog wat andere dingetjes gaan aanpassen. We hebben hier drie verschillende bestanden, en aan twee van deze bestanden moeten we meegeven van hé, hey, kijk, er is iets nieuws toegevoegd. En hoe doen we dat? Heel eenvoudig, die letterboots ga ik een keertje openen. Die kun je gewoon op dubbel klikken, en als je een, een software hebt, bijvoorbeeld om bestanden aan te passen, zoiets als Visual Studio Code, die heb ik namelijk, dan kun je deze bestanden heel makkelijk aanpassen. En dit gaat er allemaal in staan, verschillende modellen die al in de plugin staan. Maar we moeten dus eentje... Toevoegen. Dus je kunt eigenlijk deze kopiëren, hier een komma bij zetten en hieronder gaan plakken. En dan moeten we dit stukje gaan veranderen. Dit stukje gaan we eigenlijk aanpassen met het volgende: we gaan de haakjes bijzetten. We doen dan dubbele quotes en we doen custom underscore model, nog een underscore data en dan uit onze haakjes dubbelpunt 1. En ons model staat een item. Cars en dan vervolgens car. Want dat is de auto, de auto die we toegevoegd. Heb je een boot toegevoegd of heb je een helikopter toegevoegd, ja dan moet je dat helikopter of noemen, zoals het bestandje is, is genaamd die je daar juist hebt afgehaald. Let goed op, als je meerdere custom gekochte modellen wilt bijzetten, moet je dit getal telkens met één verhogen. Ik begin nu standaard met één, maar dan wordt dat 2, 3, 4 met telkens als je meerdere gaat bijkopen. Nu, de auto bestaat uit meerdere delen. De auto zelf en de wielen. Dat is een apart model. Model. Heb je bijvoorbeeld, als we eventjes terug naar de website gaan, heb je de tank gekocht, hoef je dit, deze volgende stap, niet te doen, want de tank is gewoon, ja, de tank. Maar de auto bestaat uit de twee delen, dus wat we ook gaan doen, is een keertje eventjes terug gaan naar die map, eventjes ja klikken, want we hebben dit ondertussen opgeslagen, dus vergeet het niet op te slaan, en we gaan naar onze leather chestplate. Die doe ik ook een keertje open. En hop, hier hebben we een gigantisch lijstje met alles erin staan. Bij de auto ga je trouwens ook zien dat er de verschillende wielen bij staan. Want de auto bestaat uit twee delen. Daarom dat we twee verschillende delen nodig hebben. En de plugin gaat eigenlijk alle leren items gaan gebruiken voor in de texture pack eigenlijk ja, alles juist te kunnen zetten. Dit gaan we ook een keertje kopiëren met de comma erbij. En dan doen we eigenlijk hetzelfde als het vorige bestandje. Dus als je dat nog eventueel hebt openstaan, dan kan je dat een keertje kopiëren en dat hier een keertje neerzetten. Omdat dit een ander bestandje kunnen we de één gewoon laten staan. Maar ook weer heb je meerdere auto's gekocht. Ook al denk je dat er maar eentje is. Dus ja, normaal moet je dit alleen maar voor de auto doen. Voor de andere modellen hoef je dit niet te doen. Custom model data. 1. En model is niet item letter chestplate. Maar dat is eigenlijk natuurlijk de volgende: dat is ons item. En dan cars slash wheel. Daar staat namelijk onze wielen. Dus kijk eens aan, dat hebben we een keertje aangepast. Nu weet eigenlijk de texture pack ook van, oké, okay, er is iets nieuws toegevoegd. Ja, dat mag opgeslagen worden. En dit is eigenlijk alles van de texture pack. Je hebt dus je model toegevoegd aan het karsmapje. Dus die zit daarin en we hebben deze twee bestandjes aangepast. Nogmaals, als je dus iets anders hebt gekocht, bijvoorbeeld de boot. Moet je gewoon enkel de boot in de car zetten. En enkel en alleen maar de letter leggings aanpassen. Uh, nee, boots. <laughs> mijn nevrouw. Alleen maar dat bestandje. Dus dat is natuurlijk makkelijker. Voor de auto is het iets moeilijker. Als je dat hebt gedaan, kun je dat sluiten. En dan is die texture pack eigenlijk al geüpdate. Het is misschien eventueel makkelijker om je Minecraft even te herstarten. Maar als we dan ons texture pack gaan inladen, dan kunnen we zelfs deze nieuwe auto al inladen. Maar. De plugin zelf weet nog niet dat we een nieuwe auto hebben toegevoegd. Dus we gaan naar de plugins folder. In mijn geval deze server. Plugins. En hier staat Vehicles plus Pro. Die moeten we namelijk hebben, want hier moeten we nog wat dingetjes gaan aanpassen. We gaan naar onze vehicles, want we gaan eigenlijk een nieuw voertuig toevoegen. In dit geval een auto. We gaan een nieuwe auto toevoegen. Die example car, die kun je gewoon heel eenvoudig rechtermuisknop op kopiëren en plakken. We gaan deze overkopiëren. We gaan deze hernoemen naar bijvoorbeeld... Tutorial car, dat is ook de naam hoe dat het gaat terechtkomen in jouw Minecraft. Dus let daar goed mee op. Die tutorial car gaan we een keertje open doen... En dan moeten we wel wat dingetjes gaan aanpassen en toch wel redelijk wat aanpassingen die we moeten doorvoeren met eigenlijk dit uh, dit heel bestandje. We moeten eigenlijk tegen Minecraft of tegen de plugin zeggen van kijk, we voegen een nieuwe voertuig toe, maar de texture is misschien wat groter, wat kleiner. We moeten opletten dat het stuur op de juiste plaats staat, we moeten opletten dat de wielen op de juiste plaats staat in dit geval. Dus dat moeten we allemaal gaan aanpassen. De naam van boven is niet example car, maar is natuurlijk tutorial car. Hup, dat kunnen we een keertje al opslaan. Dan scrollen we een beetje naar onder. Eventueel kun je de permissies aanpassen, dat moet je zelf weten. En nog wat met de kleurtjes spelen, welke kleuren dat beschikbaar zijn. Dan hebben we hier als eerste onze Leather Boots van de type. Nu, die Leather Boots kunnen we laten staan, want wat is onze Leather Boots? Dat is de auto zelf. Nu, dat is niet meer dit. Dit stukje, dat mogen we eigenlijk weghalen. En moeten we eigenlijk gaan vervangen door het volgende. Dus dat halen we eventjes weg. Metatype laten we staan. En we zetten hier als volgende: een specific. Ja, zo ja. Een specific. En dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we zelf onze custom data kunnen meegeven. Dus we doen hier: custom, dan model data, dubbel punt. En hier zetten we 1. Weet je nog van daar juist? We hebben daar juist één meegegeven. Dat is die nieuwe auto. Dus we zetten hier één op. Nu, in dit bestandje ga je eigenlijk te zien krijgen dat we hier eerst een deeltje van de auto te zien gaan hebben. En als we een beetje verder naar onder gaan scrollen, komen we zelfs nog bij. Gaan we hier eigenlijk telkens wielen te zien krijgen. Dit is, is een wiel. Dit is een wiel. En hieronder hebben we nog verschillende wielen. Nu, voor andere items, dus bijvoorbeeld voor een, een vliegtuig of weet ik veel, voor een helikopter. Gaat dat korter zijn als ik deze een keertje open doe, Ga je alleen maar de helikopter zien. En helikopter heeft wel willen, maar niet in dit geval. Dus dan moet je dat niet gaan vervangen. Je moet maar één stuk gaan vervangen. Nu, als we die tutorial car al een keertje hebben, kunnen we naar de server gaan en kunnen we al eventueel zien van wat er al veranderd is. We doen slash vehicle reload. Hup, de plugin gaat even alles herladen. We doen dan als volgende vehicle shop en hier gaan we al te zien krijgen tutorial car. Kijk eens, aan, hij staat er al. We klikken erop. Aha, de kleuren die ook in de config file staan. Gaan we ook te zien krijgen. We klikken op het rode. Ik wil deze inderdaad kopen. Hup, hij is gekocht. Dan gaan we een keertje naar onze garage. En hier staat onze tutorial car. Ga ik deze zetten. Dan zie je inderdaad. Kijk eens aan. Een mooie auto die we gekocht hebben. Van op de website. Ik wil trouwens de developer ook nog bedanken. Voor mij toelating te geven. Voor deze, ja, deze items eigenlijk. Het enige is de wielen. Het zijn nog de oude wielen. Ze staan ook niet zo heel goed. En als we een keertje in de, in de auto willen gaan, dan gaan we deze eventjes unlocken. We gaan in de auto. We gaan op de driver's seat. Ja, we zien eigenlijk dat we niet goed zitten. We zitten heel slecht in de auto. We zitten niet op de juiste plaats. Dus dat moeten we allemaal aanpassen. En de wielen toevoegen. En daarvoor moeten we dit bestandje een beetje gaan aanpassen. We scrollen nog een beetje naar onder. We hebben dus juist die unspecific gezet. Dus hier staat onze zetel. Die gaan we gaan zetten. Als eerste hebben we x, y en z-waarden. Onze x-waarde hier. Dat gaan we eigenlijk aanpassen naar 0,3. Dan min, min 1,05. En als laatste bij 0,65. Dan, ja, er zijn vier stoelen. Dus we moeten telkens de stoelen gaan aanpassen. Dat wordt ook hier 0,3. Dan wordt dat ook min 1,65. 0,5 en min 0,65. We hebben nog een tweede stoel, dus dat wordt min 0,7. En dit is wel een beetje vervelend, je moet echt een beetje uitzoeken en een beetje proberen: van ja, wat is nu het beste, wat kunnen we hier eigenlijk nu, nu juist allemaal zetten? Min 0,7, min 1,05, min 0,65. Maar geen paniek, ik heb voor jullie een heel bestandje gemaakt. Ik heb voor jullie, links staat hieronder in de beschrijving, eigenlijk ook alles in een bestandje gezet zodat je dat makkelijker kunt kopiëren en niet van mij moet overnemen. En ik ben hier nog iets vergeten, dus ik hoop dat ik het nog erbij zet. Maar ja, dus dat zijn alle stoelen die we moeten maken. Hier wordt dat min 0,7, 5 en 0,65. Nu, we hebben dat al toegevoegd. Maar natuurlijk moeten we de wielen ook toevoegen. En dan gaan we eigenlijk hetzelfde zetten. Dus dit gaan we weghalen. Onze letter chestplate wordt dus ook die Unspecific. Hup, dat is die. En onze custom model data, dat wordt natuurlijk die 1. Oh, natuurlijk moeten we dat wel op de juiste, exacte plaats zetten. Hup, daar is die. Maar ook weer staan de wielen niet juist. Dus we gaan dat per wiel moeten aanpassen. Dat is het eerste wiel. Dan gaan we hier een keertje onder met de X en Y-offset. Dus dat wordt 1,9, 0,2 en 1,-1,13. Dan hebben we het volgende wiel. Dan kunnen we eigenlijk dit eventjes allemaal overnemen. En gewoon voor alle wielen eventjes al doen. Hup, een beetje scrollen Voor het onszelf wat makkelijk te maken. En de laatste. En dan moeten we natuurlijk nog overal de X, Y en Z aanpassen. Tweede wiel, 1,9, 0,2 en min 1,13. Het derde wiel min 1,6, 0,2, min 1,13. En het vierde wiel min 1,6, 0,2 en 1,13. Dan de uitlaat, waar het, het effect komt van de uitlaat, moeten we ook aanpassen. Dat staat hier een beetje naar onder. Exhaust settings. De x wordt min 3 en dat wordt 0,1. Zodat het smoke effect op de juiste plaats staat. En dan de hitbox, zodat je ja, de auto kunt er ook binnen gaan. Wordt 3,05. En 1,25. Maar nogmaals, alles staat hieronder in de beschrijving. We gaan terug naar de plugin. Als je alles hebt opgeslagen of naar de server vehicle reload, dan kan je soms ook nog altijd tegenkomen dat je het oude voertuig te zien gaat krijgen. Dus daarvoor moeten we eventjes terug naar de shop gaan. De auto eventjes opnieuw kopen. Dus we gaan de auto een keertje opnieuw kopen. Dan gaan we naar onze garage. En we gaan de auto een keertje eventjes terug opnieuw binnenhalen. En als we dat doen, dan zouden we de auto... Oh, we hebben inderdaad de auto met alle wielen buiten één wiel. Dus ik heb een tyfout gemaakt. Oh ja, inderdaad. Het tweede wieltje had ik nog min 1,13 staan. Dus die moeten we weghalen. Eén nadeel is wel, je moet dan ja, terug eventjes reloaden en deze dan terug opnieuw kopen. Dus dat is wel een nadeel, vind ik eigenlijk. Dus ik ga eventjes een witte tutorialcar kopen. En als we dan deze in onze garage te zien gaan krijgen, dan gaan we nu wel overal wielen hebben. We kunnen daar ook een keertje op klikken op onze auto. Hallo, daar is die Unlocken. Een keertje in gaan zitten in de driver seat. En nu zitten we wel juist... En Nu kunnen we met onze auto ons volledig nieuw gekocht model kunnen we gaan rondrijden. Dus eventjes een hele korte samenvatting. Je hebt dus een nieuw model gekocht via de website. Je gaat deze dan in de texture pack zetten van de plugin bij Assets Minecraft Models Item Cars. Daar zet je die in. Je past de twee bestandjes aan van leather chestplate en boots. Als je de auto hebt gekocht, andere dingen, alleen maar de chestplate. Dan pas je de plugin aan zodat je daar een nieuw bestandje van neemt. En je moet een beetje zelf kijken met de x, y en z waardes. Die staan niet online. Je zelf een beetje moeten zoeken. Of je kunt ook altijd naar de website gaan. Want daar hebben ze ook een hele tutorial uitgelegd. Buiten. Ja, buiten. Ja, ja. Hier staat eigenlijk de hele uitleg van hoe dat je alles kunt doen. Met nog een klein beetje anders. Maar hier kan je ook eventueel alles nakijken. Maar dus op deze manier kan je dus een hoop binnenhalen Maar dan zijn we op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. In ieder geval een duimpje omhoog te doen. Raak dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker, en was niet dat. Bel ik keertje aan, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er iets online aankomen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!